De bouw van het nieuwe supporterscafé van PSV gaat door. Dat besloot de rechter. Het café De Aftrap verhuist van hier bij het Elisabeth-tunneltje naar de andere kant van de weg naast het Temporary Art Center. De bewonersvereniging van de naastgelegen Ventozen Flat spande een kort geding aan tegen de gemeente omdat bewoners bang waren voor overlast. Vooral plassen in de portieken en parkeren op de plaatsen bestemd voor de flatbewoners speelde daarin een rol. De uitspraak van de rechter is duidelijk: het supportershong komt er, maar de tap op het terras moet tijdens thuiswedstrijden weg zijn voor het einde van de wedstrijd. Op wedstrijddagen mag het café uiterlijk tot twee uur s nachts open zijn. Op zondag is dat zelfs elf uur s avonds en op niet wedstrijddagen mag het café ook niet langer open zijn dan tot elf uur. En bewoners van de Ventozenflat krijgen tijdens wedstrijddagen een alternatieve parkeerplaats. De gemeente moet nu beslissen wat ze doet met de uitspraak van de rechter.